Falcon kost British economies een inspuiting wat ons dorp elke jaar heeft. Dit is massief. En die ripple effect is enorm, want dit is, voor die feest is daar soveel activiteiten wat plaatsvind. Na die feest, die opheffingswerk wat hulle doen, die projecten wat hulle mee aangaan. So, ek dink nie uitwerking kan bestaan sonder die kunstefeest nie. Dit is deel van uitwerking. En daar loop nie mense. En ons kan het nie glo nie. Ek en Pieter van Rie en dit was vir ons een ongelooflike. Dus die feest het een uitsoering. Behalve die financiën wat nou altijd baie sterk beklemtoon word, het dit iets anders meegebring. Dit het een bewustheid van mekaar se behoefte gebring. Dit het een samenwerking gebring. Dit het een uitdaging gebring. En ek hoop het gaan so aan. My naam is Renée Snyman en dit is my voorreg om aan die stuur te staan van die 20ste Absa KNK. Dames en heren, verwelkom asseblief Jannie Moelman. Eindelijk maar oor die afgelope 10-15 jaar al, heel wat hoogtepunte gewees. Ek dink vir al in die vroeie jare was al baie uitdagende stukke gewees, wat soort van die samelewingswaardes uitgedaag het. Al die ruimtelike stukke weer, Nicola Annekomse goeders, wat een wonderlik, nee, wat een vroeie. Hierdie jaar stel ons bekend die Absa Kuierkamer, wat een plek is wat lekker ligverkoel is, waar die kliënte kan ietsie kry om te eet en te drink. Ons Absa kliënte kom gratis in, en nie Absa kliënte gaan baie jaloers wees, hulle moet ongelukkig betaal, maar dit is regtig die plek om te wees. Fire. Fire.